Welkom, mijn naam is Kinderdijk, een dorp in Zuid-Holland, gelegen in de Alblasser Waard. Ik maak deel uit van de gemeente Molenlanden en bevind me op de plaats waar de Noord en de Lek samenkomen. Mijn naam is voornamelijk bekend om de Kinderdijkse molens. De 19 windmolens zijn verdeeld in een rij van 8 molens aan de Nederwaard. Dit zijn de ronde stenen molens. En een rij van 8 rietgedekte achtkanters aan de Overwaard. Er vlak naast staat een wipmolen, genaamd de Blokweerse molen, die de polder Blokweer bemaalt. Qua mijn naam Kinderdijk om, doen verschillende verhalen de ronde. Mijn oorspronkelijke naam is Elshout. Het bekendste verhaal over het ontstaan van mijn naam Kinderdijk gaat terug naar 1421. Mensen zagen op de dijk een wiegje aankomen drijven. Een kat hield het wiegje in evenwicht door heen en weer te springen, zodat er geen water in het wiegje kon komen. Toen het wiegje uiteindelijk vlak bij de dijk was, viste men het op. Er bleek nog een baby in te liggen, die rustig en droog sliep. Molens draaien tegen de klok in, omdat vroeger de as waarop de wieken zijn bevestigd van hout was gemaakt en zo'n balk is op zijn sterkst als hij linksom draait. De molenaar kan de kap van de molen draaien om de wieken op de wind te zetten. Kruien heet dat. Een kijkje nemen in een van de 3 molens die te bezichtigen zijn is zeker een aanrader. Zo kan je zelf zien hoe men vroeger op de molen leefde. Tegenwoordig zijn al de molens binnen mijn grenzen nog steeds bewoond. Vaak is aan mij gevraagd, wat is de betekenis van de stand van de wieken? Als de onderste wiek voor de romp staat, dan is dat voorkomen en vreugde. Dit kan zowel geboorte als huwelijk zijn. Als de onderste wiek voorbij de romp staat, dan is dat voor over, voorbij. Dit is dus vaak overlijden. De molen blijft vanaf het moment van het overlijden tot aan de begrafenis in deze stand staan. Als de wieken in kruisstand staan, is dat de ruststand. Bij bijzondere feesten, zoals Nationale Molendag, wordt de molen versierd. Dit doet de molenaar door de vlaggen op de molen te hangen. Hierbij nodig ik u graag uit om eens langs te komen en te genieten van het UNESCO Werelderfgoed.